Ja, ik ben heel blij dat we die streams kunnen doen. Ik heb ook direct een verhaal gepakt van 3 streams. Omdat ik graag de evolutie in beeld wil brengen van niks naar een concert. Want het is ook waar ik mij eigenlijk bevind. Ik zit enorm in het creatieproces van thema's, stukken ontwikkelen, ideeën uitwerken. Maar er zijn een paar dingen die dat ik heel concreet wil kunnen maken. En dus de eerste stream zal een concert zijn van mij, solo. In het huis waar ik een tijdje ga zitten om te creëren. Ik ben Lara Rosseel. Ik ben bassist, voornamelijk contrabassist. Maar componeren dat doe ik op gitaar of op piano of op contrabas. Maar dat leent zich wat moeilijker om tot een melodie te komen. En al zingend komen de stukken ook wel tot stand. Hey, welkom. Het is langs hier. We hebben alles klaargezet voor de livestream. Volg maar. Super schoon trouwens. Ik ga langs de zijkant.
En we hebben het omschreven als etnisch-akoestische filmische jazz of improvisatiemuziek. Vaak als ik muziek hoor, of de dingen, de thema's die ik schrijf en dan laat spelen door de muzikanten, die roepen voor mij zo'n sfeer op of een beeld. De visuele dingen inspireren mij ook heel hard. Ik kan zo echt genieten van hoe dat een bepaalde film bijvoorbeeld in beeld is gebracht, of een foto. En ik hou van die gevoelens. Bijvoorbeeld als je op reis bent en je komt op een plaats en je denkt, wauw, dit is hier fantastisch. Dat gevoel wil ik zo meenemen in de muziek. Eigenlijk zou je gerust je ogen kunnen dichtdoen en je inbeelden dat je op reis bent tijdens die stukken muziek. Ja. Druk maar, hè. Dat is een We zijn op zoek naar het visuele. Ik ga zo meteen La Suite spelen, hier op de boot. Op de plaat is dat een duo-nummer met Jan van Moer op trompet. En ik wou jullie al iets meegeven van de muziek die ik breng en de band brengt. Dus La Suite, solo op contrabas. Ja.
tweede nummer spelen. Het is van Helder. Ik hoop dat hij het goed vindt, want ik wou hem nog vragen of ik zijn nummer mocht spelen. Hij zit in Noorwegen, maar hij antwoordt niet zo snel. Dus het andere heet Summertime. Ik hoop dat je ervan geniet. Thank you.
Ik heb al de muzikanten gevraagd om wie ze zijn, om hoe dat ze spelen, hoe dat voelt om met hen samen te werken. En dus al mijn kleine ideeën die ik verzameld heb, die breng ik mee naar de residentie. En ik ben super benieuwd hoe dat dan zoiets tot stand komt, want ik vind het ook heel spannend. Met de tweede stream wou ik graag het publiek meepakken naar de zaal waar we een paar dagen gaan residentie doen. Met de 5 muzikanten. En ondertussen ook iets visueel tot stand laten komen. Want de muziek is er nog niet. Dat wordt nu de komende tijd concreet gemaakt. In de groep gesmeten en dan gaan we met de derde stream het concert opnemen. Maar in deze tijd komt het allemaal tot ontwikkeling. Ik ben heel benieuwd, want het is allemaal nog heel vers en heel jong en heel fris, omdat het nieuw materiaal is. Ik wist dat het hier een heel leuke plaats was om alleen te zijn. En hier is alles wat ik nodig heb. Ruimte, rust. En ik heb mijn instrumenten meegenomen. Daar staat een piano binnen. En de natuur is geweldig. Ik vind het hier fantastisch. Ah ja.